allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is niet echt een update video, maar meer van waar ben ik de komende maand allemaal te zien. Want ik dacht van, het is misschien wel handig als ik het gewoon even in één video stop, aangezien ik 4 evenementen aan te kondigen heb. Zoals jullie weten ben ik teruggekomen uit Curaçao op 1 augustus. Ik ben toen echt 2 dagen thuis geweest. Toen ging ik een week met Sjoerd naar Denemarken en zijn ouders, een weekje zeilen. Ben ik 1 of 2 dagen thuis geweest. En toen gelijk een week YouTube week waarvan jullie de vlogs als het goed is allemaal hebben gezien. Dus ik ben heel weinig thuis geweest. Mijn kamer is 1 grote rotzooi. Ik moet nog super veel uitpakken. En ik zit gewoon in mijn pyjama en ik kom net onder de douche vandaan. Maar ik dacht, ik moet deze video nu even opnemen. Want voor de rest heb ik er geen tijd voor. Maar ik ga dus even gewoon bespreken met jullie met welke evenementen ik en Marley samen zijn. Of waar ik alleen ben de komende maand. Het zijn er nogal best wel wat. En ja, ik wil natuurlijk wel zoveel mogelijk van jullie ontmoeten. En dat jullie naar onze shows komen kijken. En natuurlijk niet achteraf horen van, oh, was je daar? Ik had het willen weten, want anders was ik gekomen of iets. Dus vandaar deze video. En dan als eerste op zaterdag 2 september op Manege Beukers in Oud-Karspel. En dat ligt in Noord-Holland. Hier ben ik al een keer geweest omdat Alice toen een internationale wedstrijd had. En ik daarheen ging namens Counting Mill om te filmen. Dus ik ben al een keer op de Manege geweest. Vond het super leuk. Hier is een Bixie dag. De Beukers Bixie dag als ik het goed zeg. En dat zijn dressuurklassen AA, AB1. Springen is AA en A volgens mij. En er is ook nog een Bixie Cross. En er is ook nog een 12 plus klasse. En ik kom daar een show geven samen met Marley. De tijd weet ik nog niet. Misschien weet ik hem ondertussen wel dat hij hier dan nu staat. En anders dan moet je maar even de Facebookpagina van Manege Beukers in de gaten houden. Of mijn Instagram of weet ik veel wat. Daar kom ik dus een show geven samen met Marley. En de volgende is op, nou ja, heel duidelijk 8, 9 en 10 september. Dat is natuurlijk Horse Event. Hier kom ik elke dag 2 shows geven. In de Penny Piece natuurlijk. En ik kan hier wel heel veel over gaan vertellen, maar ik heb een super mooi plaatje gemaakt. Dat is deze. En deze is te zien op mijn Facebook en op mijn Instagram. En daar staan alle tijden op van wanneer ik waar te zien ben. En ook, ik heb elke dag 2 uur lang meet en greet. Dus wil je daar meer over weten, ga je naar Horse Event toe. Dan zeker gewoon even naar dat plaatje kijken. Er staat alle informatie in. En natuurlijk neem ik mijn merchandise mee. En dat is allemaal in de Penny Stand. Ik heb dus niet een eigen stand, maar ik sta in de Penny Stand met mijn merchandise. Dan gaan we naar zaterdag 16 september. Dit is een open dag van Stal Bosgoed in Utrecht. Dit is volgens mij met de open manege dagen. En hier kom ik 2 shows geven met Marley. Namelijk rond 12 uur en om 3:30 als het goed is. Dus mocht je daar ook graag heen willen, dan kan het natuurlijk. De toegang is gratis, ook voor dit evenement, zowel als bij Manege Beukers. En er is natuurlijk ook gewoon een meet and greet, dus dat is helemaal leuk. Dan op 23 en 24 september is er ook iets heel leuks. Namelijk dan houdt de paardenkamp in Soest een super sale. Als je mijn video's op het kanaal van Penny volgt, heb je misschien voorbij zien komen. Maar we hebben laatst een inzamelingsactie gehouden voor kinderkleding. Omdat daar heel veel vraag naar is bij de oude paarden. Bij de paardenkamp. Zoals jullie misschien ook al weten, ik heb al vaker met hun iets gedaan. Zij verzamelen spullen in die ze kan je doneren. En die verkopen zij dan weer en de opbrengst gaat naar de oude paarden. Naar de verzorging hiervan natuurlijk. En ze werken met heel veel vrijwilligers. Dat is heel mooi natuurlijk. En we hebben dus laatst een inzamelingsactie gehouden voor wie het meeste kinderkleding op kon halen. Daar heeft toen iemand mee gewonnen. En daar ga ik ook binnenkort naartoe. Als soort van, ja, winactie iets was het. Maar we hebben dus het weekend van 23 en 24 september een opening. Nou, een opening, maar die super sale zeg maar. En die mag ik openen om 10:00 ochtends. Het is van 10 tot 4 of 5 uit mijn hoofd. En van, om 10:00 ga ik het officieel openen. En van 10 tot 1 ongeveer ben ik aanwezig om gewoon meet and greet te doen. En dan gewoon gezellig en dekjes signeren en weet ik wat je allemaal gaat kopen daar. De 24 ben ik er niet bij, maar dan is het ook zeker nog open. Dus vind je dat leuk om daarheen te gaan? Heb je spullen nodig? Op zich heb ik niet altijd spullen nodig om spullen te kopen. Daar is het altijd super goedkoop. Ze hebben echt heel veel. Ik heb daar een paar jaar terug toen echt super veel leuke dingen gekocht. Voor heel weinig geld. Gewoon echt Escradon dingen. En mijn scheermachine heb ik daar gekocht. Echt super. Ook gewoon echt merkdingen. Nou, heel veel hebben ze daar. Dus wil je daarheen gaan? Zeker doen natuurlijk. Dit is dus hoe mijn komende zaterdagen eruit gaan zien in september. Super druk, maar wel natuurlijk heel erg leuk allemaal. Laat even in de reactie beneden weten of je al weet of je ergens naartoe gaat. En anders hoop ik je heel graag een van die zaterdagen of natuurlijk vrijdag, zondag, wat Horse Event te zien. Bedankt voor het kijken allemaal en heel graag tot dan!